Zeefuik. Die echt sowieso deze wedstrijd had kunnen spelen. Want stel dat hij zijn tweede gele kaart had gekregen voor die elleboogstoot. Dan was hij natuurlijk niet voor de beker geschorst geweest, maar voor de competitiewedstrijd tegen Emmen. Maar de directe rode kaart is dus geseponeerd, zodat hij zowel vandaag als tegen Emmen beschikbaar is voor Groningen. Prima paas van Matosiba, alleen wat dat wil zien door Van Overeem. En dan is Gustafsson weg en ligt er ruimte voor Kerk, want die is geen buitenspel. Kerk niet om Pat heen, want Pat nog net met een handje. Eerste grote kans is daar. Excuses van Matosiba, die het wel zag, maar Van Overeem doorzag dat dan weer. Goed gekiept van Pat. Jansen, half en dat is in dit geval genoeg. Dit glas was dan net half vol. Kerk met Memicevic. Doorjagen natuurlijk op Pat. Oh, Pat, ja, dat gaat net goed voor Groningen. Oldevaart heeft genoeg ruimte om te lopen daar in ieder geval. Weer groot coachvak in dit stadion. Jansen. Warmer dan. Kan weer naar Zeefuik. Rustic voorlopig zelf. Rustic. Elhankouri. Elhankouri is het te makkelijk. Er is contact. En ik denk dat het zo'n actie is waarbij, als het op de middenlijn gebeurt, de scheidsrechter nog wel eens een vrije trap kan geven. Maar een penalty geeft hij dan niet. En dat snap je wel. Het is ook geen Schwalbe, want het contact is. En het is ook geen penalty, want daarvoor is het te licht. Zeefuik, Rustic. Heerlijke bal. Oh, trap natuurlijk in de linker. Elhankouri naar binnen, klaarleggen. Ja, daar gaat Groningen. Dus nu eigenlijk al 24 minuten lang, steeds op dezelfde manier, ja, in de fout. Zou je kunnen zeggen. De opening is goed. Maar dat iemand in stelling moet worden gebracht, lukt dat maar niet. Van Overeem ertussen. Kerk. Sterk gedaan. Nu komt Kleiber. Kerk schiet zelf. De man van de assist bij de 0-1. Geeft Matosiba kans om zijn schoen weer aan te trekken. Kerk creëerde de treffer van Ramselaar 11 dagen geleden. Ja, Matosiba lijkt aan te geven dat hij graag wil dat het spel wordt stilgelegd. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Te Wierik. Dat gaat net goed. Leek te onderscheppen die bal. Rustic nu. Rustic zelf proberen. Rustic. En dat is de eerste poging met Venijn. Je ziet ook meteen het publiek erop reageren. Eindelijk een aanval waar wat mee gebeurt bij Groningen. Te Wierik steeds die lange bal op. Elhankouri, die komt over het algemeen wel aardig aan.
Kleiber maar weer eens opzoeken. Nou, die is hij kwijt. En de voorzet komt ook weer aan. Dat lukt nu dus steeds meer. Steeds Sierhuis het doel. Dat levert dan nog geen doelpunten op. Of reddingen van Paas. Maar Groningen speelt over het algemeen gewoon een prima eerste helft. Sterker dan Utrecht. 4 minuten nog tot de rust. Lange bal van Misevic. Kan niet worden verlengd door Rustic. Van de streek. Kleiber. Met een fout, maar Mukuri kon er verder niet mee. Het zat er wel goed tussen. Oppassen nu voor Van Overheem. Groningen jaagt door. Jansen. Geen paniek natuurlijk bij Utrecht. Speelt goed onder deze druk uit. En Kleiber heeft de bal nog steeds. En ligt ruimte voor bijvoorbeeld Baerbeck. Van der Streek is bij hem. Hier is Kerk. Kerk heeft Baerbeck achter zich. Daar komt de schietkans. Maar dat schot is teleurstellend. Van der Marel. Goeie uitbraak. Veel inlopende mensen van Groningen. Een van die 7 is Kleiber en die kopt hem weg. Zeefuik. Rustic in ieder geval geen buitenspel. Paas blijft staan. Oh, Rustic wordt ondersteboven gelopen. Man, het zag er wat lomp uit. Zo Van der Marel. Het blik van Van der Marel zegt hoe hij erover denkt. Nou, dat Rustic wat te makkelijk gaat liggen. Jansen. Prima paas op. Gustafsson goed gespeeld door Willem Jans. En een goede bal van Gustafsson ook. Kerk moet hem breed leggen. Van der Streek moet scoren. En dat doet hij niet. Utrecht speelt echt niet briljant vandaag. Maar heeft wel met afstand de beste kans in deze wedstrijd. Dit is een hele goede aanval. Een aanval uit het boekje tot aan de afronding. Niet goed gekopt. En dan is daar de volgende kans voor Kerk. Vlag blijft omlaag. Kerk chipt hem over pad. Maar de Bierik kopt weg. Het balverlies was van Matusiwa, die Te Wierik even bedankt. Matusiwa die erg slordig speelt vandaag. Rustic. Geraakt door Baerbeck. Baerbeck heeft pijn. Schreeuwt meteen. En Baerbecks been stond vast op het moment dat daar tegenaan gelopen werd. Baerbeck en blessures. En is al aangegeven dat hij vervangen zal worden. Het zal toch niet weer ernstig zijn. Baerbeck er dus geblesseerd af. Hij wordt vervangen door Issa Abbas. Oeh, de fout achterin bij Groningen. Van der Streek neemt over. Rustic in de fout. Van der Streek. Te veel tijd nodig. Groningen gaat wel een paar keer nu opzichtig in de fout daarachterin. Eerst Matusiwa. Nu Rustic. Maher. Van Overheem. Van der Streek, even wat vrijheid. Bal is voor Kerk, die moet hem voorgeven op Abbas. En dan is het een doelpunt. En scoort de invaller. En dat is op basis van de tweede helft niet onlogisch. Goeie bal dit van der Streek. Geen buitenspel voor Kerk. Die neemt hem goed aan. De Wierde probeert de voorzitter nog uit te halen. Dat lukt niet. En Abbas heeft dan een leeg doel voor zich. Goed door van Kerk. Hard tussen keeper en verdediging. Postema dus. De jonge spits krijgt dik 10 minuten. En dan gaat Te Wierik eruit. De aanvoerder en verdediger van Groningen. Er is een briefje dat gaat naar Matusiwa. Dat is hip hè, tegenwoordig. Briefjes.
Briefje gaat in de sok. Hopen dat de rest van Groningen het ook heeft begrepen. Matusiwa weet wat de bedoeling is. Ja, ik gok gewoon met drie man achterin. Mimicevic. Warme dan. Postma. Kluiber is de bal toch weer kwijt. Goed hersteld door Postema. Balletje op Sierhuis, balletje op Elhan Kouri. Het schot en de redding van Paas. Daar moet de keeper echt in actie komen. Op een hard schot van Elhan Kouri. Mesouri lijkt zich vast te lopen, maar blijft aan de bal. Sierhuis blijft aan de bal. En daar is Postema en die scoort niet. Wat een geweldige redding van Paas. Ongelooflijk, de spits die altijd scoort, heeft hier de kans om zijn eerste in het eerste te maken. Pat kiest voor Asoro. Ik weet niet hoe handig dat is, want die komt nooit zijn mond voorbij. Hij maakt dan weer een overtreding. Ja. Onbegrijpelijk eigenlijk, omdat Asoro echt bezig is aan een kansloze wedstrijd. Dan zitten we in de 95e minuut en is de wedstrijd afgelopen en bekert Utrecht door. Is het Abbas die het winnende doelpunt heeft gemaakt op aangeven van Kerk. Weer 0-1, net als anderhalve week geleden in de competitie. Poldervaart verliest met Groningen. Van der Brom bekert maar weer eens door. Mede dankzij goed keeperswerk van Paas.